Van Nieuwenhuizen. Nu dan met de ruimte. Mathieu Verschuren op rechts. Maar die zoekt weer het centrale op. Een goede bal van Nieuwenhuizen op Tim Matthijs. Voor een eerste keer nu zult de Waregem dreigen. Matthijs niet voorbij. Een verdediger nu centraal opzoeken met links uithalen. Goed schot. We spelen 7 à 8 minuten. Eerste dreiging is voor de thuisploeg. Foley. Goed naar Boussoufa centraal. Mene moet terugspurten. Geeft hem op Sokko. Sokko moet scoren. Sokko voorbij Sengir. 0-1. We spelen 12 minuten. Eerste kans van AA Gent en meteen een doelpunt. Van efficiëntie gesproken. Zéphirin Sokko, zijn tweede van het seizoen nog maar van de Ivoriaan. Maar AA Gent leidt wel. Nog eens kijken, die bal goed gegeven van Boussoufa. De klare kijk, hij had er even tijd voor nodig, Sokko. En ik had de indruk dat Sengir een beetje uitgeleed op het modderachtige deel van zijn doelgebied. Maar dat heeft allemaal geen zin meer. Sokko, goed een pasje naar rechts. 0-1 AA Gent. We spelen 40 minuten met de vrije trap van Nieuwenhuizen. Zulte Waregem kon voorlopig alleen dreigen vanuit stilstaande fases. Misschien nu weer een schot. Rakelings naast. Goeie vrije trap van Ludwin van Nieuwenhuizen. Mamouni. Met een goede cross naar Boussoufa. Kan Gent nog iets doen kort voor het einde van die eerste helft. Met zo komen een schot. Metertje over. Ze komen soms als een duiveltje uit een doosje, de mannen van Gent. We zien vaak de creatie van Boussoufa, die gaf hem niet zo goed. Sokko kon schieten, metertje over, 0-1 bij de rust. Boussoufa raakt de bal kwijt aan Stijn Meert. Naar die andere Stijn, Minne en terug bij Meert. Verschuren, die blijft staan op zijn plaats in plaats van door te lopen. Stijn Minne deed dat wel. Bal met een beetje geluk tot bij Minne. Die kan geven op Salou, had misschien zelf kunnen schieten Stijn Minne. Ja, misschien wat meer zelfzuchtig moeten zijn. Maar nu dan toch dreiging en druk van Zulte Waregem, gesteund door het publiek. Met Dupré. Hij dan maar eens in de box. Bal voorgeven, Matthijs! 1-1. We spelen net 5 minuten in het begin van die tweede helft. En je voelde de druk komen. En wat is hij blij? Tim Matthijs. De goede, de marge van Dupré. Die ging in de box. Bracht die bal tot bij Matthijs. Die twijfelde niet. Het staat 1-1. Goeie paas nu weer op Salou. Op het veld. Het gedeelte van het veld dat glibberig is. Maar hij gaat toch in de box. Salou voorbij Smooien. Krijgt de bal voor. Maar daar staat niemand. Oh, gevaarlijk standje. We spelen 21 minuten in de tweede helft. Hoekschop voor AA Gent. Sandy Martens is gevolgd. Boussoufa met het schot. Voorlangs. En daar wordt geappelleerd voor. Henspel. En hij krijgt de rode kaart. Stijn Meert, die moet eraf. Dat moeten we nog eens te goed gaan bekijken in de herhaling straks. Ja, beroert de bal zeer duidelijk met de rechterhand. En dus een penalty voor AA Gent. We spelen 22, 23 minuten in die tweede helft. Met de Ier Dominic Foley achter de bal. Hij mag de strafschop gaan nemen. Met een verre aanloop komt hij met links. En Sengir pakt hem. Sengir pakt hem. Ja, ja. En iedereen veert recht op de banken in het regenboogstadion. Zulte Waregem nu met een man minder situatie. En dat moet ruimte gaan opleveren. Meer ruimte voor AA Gent. Met Sandy Martens de voorzet. Grégoire met het schot. En die gaat dan toch binnen. Ja, ja, nauwelijks een minuut na die gemiste strafschop. En wat zijn ze blij. Christophe Grégoire. We spelen 25 minuten in die tweede helft. Een knal in het dak van het doel. Wouter Franke heeft tijd om te kijken op rechts. Wie is gevolgd? Foley. Daar is Foley. Kan hij uithalen. Legt terug op Grégoire. Voorlangs. Nog een reuze kans in die slotminuten. En hij fluit af, Gumini
Gent wint met 1-2. Laatste uitoverwinning dateerde van 16 september op Moeskroen, alsjeblieft. Maar ze hebben Zulte Waregem een hele wedstrijd lang goed in de tang gehouden. Tactisch goed gewerkt van trainer Georges Lekes. Ups en downs voor AA Gent. Ze beginnen de terugronde met een up. Zulte Waregem, AA Gent 1-2. We hebben de 3 punten die we moesten hebben. Dik verdiend, denk ik. En vooral na het missen van de strafschop. Voel je dat de spelers wat die onrechtvaardigheid die de laatste weken boven ons hoofd hangt, dat men wou reageren. En ik denk dat het belangrijk is dat deze 3 punten hun het